Goedendag en welkom bij deze eerste aflevering van het vierde seizoen ondertussen. De eerste aflevering, dat wil dus ook zeggen dat speeldag 1 erop zit. Speeldag 1 van het seizoen 23-24. Een gloednieuw seizoen, dus ook een gloednieuwe aflevering van LR Sports. Een beetje in een nieuw jasje. Voor deze eerste aflevering trokken we naar Koersel, waar Stalsport het bezoek kreeg van Sporting Wijchmaal. Welkom bij LR Sports. Stalsport tegen Sporting Wijchmaal, een duel tussen de degradant uit de tweede provinciale en het nummer 5 van het afgelopen seizoen uit de derde provinciale B. Een duel dus tussen twee clubs die misschien wel eindronde ambiëren. Benieuwd of ze dat in de eerste wedstrijd ook al meteen op de mat konden brengen. Stalsport zakte vorig seizoen vanuit de tweede provinciale naar de derde provinciale en wil in die derde provinciale een stabiel en rustig seizoen draaien. Direct terugkeren naar tweede is misschien niet het hoofddoel, maar alles is mogelijk. In de voorbereiding toonde het reeds aan dat het ook wel in vorm is. Zo sloot het vorig weekend af met een 3-4 overwinning op reeksgenoot Achel B. Tijd om Wijchmaal het vuur aan de schenen te leggen. Want met Wijchmaal komt zeker niet de makkelijkste tegenstander op bezoek in Koersel. De nummer 5 van het afgelopen seizoen wil zien wat mogelijk is dit seizoen. En waarom is een evenaring of verbetering van die klassering dan niet mogelijk? In de voorbereiding behaalde het enkele knappe resultaten. Benieuwd of ze die ook kunnen bevestigen in het seizoen. Met een moeilijke verplaatsing naar Stalsport start Wijchmaal aan die opgave. De ref van dienst voor deze eerste competitiewedstrijd tussen Stalsport en Sporting Wijchmaal is Giel Sijsens. Al binnen de openingsminuut weet Stalsport tot een kans te komen. Het is aanvoerder Clignet die iets te veel ruimte krijgt om de voorzet te geven. Hij bereikt Mertens, maar zijn inzet gaat over het doel. Voor de bezoekers uit Wijchmaal is het een kleine 20 minuten wachten voor het een eerste keer kan opduiken voor het doel. De steekpas van Dalemans is perfect in de loop van Mirtic. Die kapt zich goed vrij, maar hij kan zijn schot geen kracht meegeven. We zitten al op het half uur wanneer de thuisploeg in een kansarme eerste helft toch een goede kans krijgt. Na een goede onderschepping komt Bijloos voor het doel. Via doelman Schelen en de paal blijft de stand ongewijzigd. Nadien haalt Schelen het gevaar er helemaal uit. We naderen stilaan de rust en de wedstrijd moet eigenlijk nog op gang komen. Het zijn wel de bezoekers die een keertje opduiken voor het doel, al gebeurt dat met een schot van op afstand. Aanvoerder Dalemans probeert het listig te doen, maar zijn lopje verdwijnt over en naast het doel. Stal kan onmiddellijk reageren en het is misschien wel met de grootste kans van de eerste helft. Mertens kapt zich prima vrij, maar zijn schot wordt afgeblokt. In de nastoot kan Brier zijn schot net niet kadreren. Dit was misschien wel de kans op de openingstreffer. Dezelfde hoofdrolspelers 2 minuten later, maar Mertens kan de hoekschop van Brier niet in het doel verlengen. Schelen staat op de juiste plaats. Rustig gaan we doen met een stand die nog ongewijzigd is, 0-0. Het duurt niet lang in de tweede helft voor er gevaar is. Na een verre terugspeelbal gaat het bij de thuisploeg een zeldzaam keertje fout bij het uitvoetballen, maar Dalemans kan niet profiteren en trapt, gehinderd door Sirfouk, over het doel. Het is een intense openingsfase met een kans aan beide kanten. Na de loop van Dalemans kan Manti na een prima kaats van Mertens zichzelf op gang trekken. Hij laat alle verdedigers achter zich en snelt zich oog in oog met Schelen. Die is ook geklopt, maar de paal houdt de ingevallen Manti van de openingstreffer. Pech voor de thuisploeg, waardoor de stand 0-0 blijft.
Onder leiding van de Trail Boys voert Stalspoort de druk op. De thuisploeg probeert op zoek te gaan naar de openingstreffer en wil die ook zo snel mogelijk tegen de netten jagen. Aanvoerder Clignet vangt de bal op, maakt zich goed vrij en haalt uit, maar Schelen staat pal en redt zijn inzet. Dan ligt de wedstrijd eventjes stil wanneer ref Sijsens zich plots niet zo goed voelt. De ref van dienst kan niet meer verder en wordt vervangen door een lid van de bezoekers uit Wijchmaal. Het is Wijchmaal dat na een pauze van zo'n 3 minuten opnieuw voor het doel opduikt. Aanvoerder Dalemans probeert te verrassen, maar Helze weet er simpel raad mee. Andermaal een inworp, andermaal een kans. Mirtic weet zich goed vrij te maken en komt er tussen enkele thuisspelers knap uit, maar zijn inzet gaat naast het doel. Razendsnel komt Wijchmaal even later opnieuw aan een kans. Dalemans zet in één tijd knoren op de goede weg, maar Helze gaat goed plat. De bezoekers hebben even het momentum en creëren wel wat kansen om de openingstreffer te maken. Op hoekschop belandt de bal bij Nick van Hoven, die zich goed vrijmaakt, maar dan vanuit een schuine hoek wat wild naast knalt. We naderen het slotkwartier wanneer Stal de aanval nog een keer zoekt. Het is aanvoerder Clignet die centraal gevonden wordt. Hij weet zich tussen zijn tegenstanders door te wurmen en lijkt van op een afstand de openingstreffer te maken. Maar Schelen kan zijn inzet geweldig keren. In de nastoot riskeert hij lijf en leden om de rebound te vermijden. Ook enkele minuten later is het een afstandsschot dat voor lichte dreiging zorgt. Deze keer ziet Bisicci zijn inzet gekeerd worden. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe spannender de partij wordt uiteraard. Het is cliché, maar we komen in de fase dat de ploeg die scoort ook wel zal winnen. Plots duikt Wijchmaal op voor het doel. Mirtic controleert de bal al dan niet met de hand, maar hij schiet het leer over het doel. IJzona kwamen de bezoekers op voorsprong. De ingevallen Manti is met zijn snelheid bij momenten een gezel voor de thuisploeg, zo ook wanneer hij met wat meeval aan de bal komt. Na een 1-2'tje met Segers komt hij oog in oog met Schelen en vanuit een schuine hoek trapt hij het leer tegen de netten. Zo wordt de partij in het slot toch nog opengebroken. 1-0 voor Stalspoort. Wijchmaal komt wel met een slotoffensiefje, maar dat levert eigenlijk geen noemenswaardige kansen op. Op de tegenaanval belandt de bal bij Mertens, die doet eigenlijk alles perfect en bedient fantastisch Clignet, maar Schelen toont zich, net als de hele avond eigenlijk al, een prima sluitstuk. In de absolute slotfase nog een onduidelijke fase wanneer de ingevallen Robbe Jonkers tegen de grond gaat. De ref geeft geen strafschop maar besluit in het voordeel van de thuisploeg. De supporters vermoeden buitenspel, al weet nog niet iedereen precies waarom er werd gefloten. Het is alleszins de laatste fase van een wedstrijd die voetballend misschien niet altijd even hoogstaand was, maar die door de spanning wel tot het einde bleef boeien. Stalspoort tegen Sporting Wijchmaal. 1-0. Stalspoort trekt de wedstrijd in het slot dus alsnog naar zich toe en pakt de eerste 3 punten van het nieuwe seizoen. De ingevallen Soufian Manti maakte in het slot alsnog de winnende treffer. Het is de matchwinnaar zelf die reageert. Mij ook in het begin verteld geweest dat ik het verschil zou kunnen maken. En ikzelf, ik geloofde er ook in. Ik heb zelf ook heel hard hier naartoe gewerkt. En uiteindelijk, je ziet het zelf, hè. Rappersoef, allee, allee. Rappersoef, 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 allee, allee. Op een bepaald moment begonnen we met de lang ballen, omdat we gewoon onder de druk niet uit konden. En toen zei de trainer ook in tijdens de helft van, dan doe maar eens de lang ballen. Daar kwamen we dan op zich ook wel
soms goed mee uit, waardoor dat we kansen creëerden. Dus ja, dat, we hadden liever gevoetbald, maar ja, als het niet gaat, gaat het niet. Hè. Ja, als je kijkt wat werk dat we hier de afgelopen maanden hebben ingestoken, dan is die 1-0 en die 3 punten de eerste speeldag misschien wel hetgeen wat we nodig hebben. Vorig jaar een moeilijk seizoen gehad. Vandaag start de eerste wedstrijd wel met winst. Vorig jaar was dat niet. En dan is die druk ook al direct een pak minder. Volgende wedstrijd, Mazeik, kunnen we op een vizier daar naartoe gaan. En dan gaat het spel sowieso beter zijn. Dat kan ik garanderen. Ik vond ons eigenlijk veel te weinig voetballen. Iets te veel de lange bal. Maar de schare kansen die we krijgen, moeten we misschien iets meer benutten. Zoals je ziet bij hun, ook maar een paar kansen, maar één gaat erin. En ja, ik zelf ook één keer denk ik daar, dat ik moet doorlopen in plaats van te lopen. Maar, ja. Dus ik sta een beetje teleurgesteld. Hè. Ja, we hadden voor de eerste wedstrijd ook de mensen van de veteranen opgetrommeld, die hier trouwens ook altijd massaal aanwezig zijn. En de Terrill Boys onder leiding van Tjorve, ja, dat is de man die hier daarnet het vorige interview ook al heeft verstoord. Dat zijn mensen die doen de club leven. En ik ben blij dat die mensen bij stal zitten. Ik ben ook blij met de opkomst van die jongeren. Ook de reserve B, de reserve A. Ja, die mensen waren massaal aanwezig en dat doet mij deugd. Ik wil ook zeggen dat we goed bezig zijn en we willen alleen graag doortrekken. Want we waren in het begin goed begonnen. Gewoon proberen sneller de goal te maken en direct ja, de koe bij de horens vatten, zal ik maar zeggen. Ja, zeker geen kop laten hangen na vandaag. Het was hem zeker niet slecht. Er zijn nog werkpunten, maar het is ook nog de eerste competitiewedstrijd. Dus het zou niet goed zijn, moest nu al alles in orde zijn, dan moesten we niet meer trainen. Dus. Ja, ik denk wel dat we ons mannetje hebben gestaan. Ja. Zoals al gezegd, één ploeg die van tweede komt. Maar zo zijn er nog drie ploegen die tweede komen. Dus als je ziet dat we nu voetje naast die mannen kunnen zetten, dat is toch wel hoopvol. We hebben niet echt uitgesproken, maar ik denk als we vorig jaar wel evenaren, dat het moeilijk zal zijn. Maar we zullen zien. Volgende week terug en dan zullen we wel zien. Ja. Rapper Soef, wat is het verhaal erachter? Ja, ik heb een aantal jaren muziek gemaakt. En ja, ik heb mijn focus daar even van afgelegd. Ik probeer me nu meer te focussen op de voetbal. Dus even die muziek even aan de kant. En ja, vandaar kennen ze mij dan ook met rapper Neuf of rapper Soefjan. En dan ja, inderdaad, ja. Dus stel je voor om de volgende thuiswedstrijd, als je scoort, je eigen muziek als goaltune te zetten. Dat zou misschien wel een mooi idee zijn, ja. Zo, deze allereerste aflevering van het nieuwe seizoen zit erop. Ik wil u graag bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Dag.